In deze video zien jullie wat er nodig is om een wereldrecord masseren te gaan verbreken en hoe jij zelf daar een bijdrage aan kunt leveren. Op zondag 19 september gaan we met z'n allen in een lange rij staan en geef je degene die voor je staat een rugmassage. Hiervoor hoef je geen masseur te zijn. En waarom doen we dit? Waarom ben ik hiermee begaan? En waarom vraag ik jouw bijdrage? Heel simpel, om geld in te zamelen om voetbalvelden aan te leggen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro, de zogenaamde favela's. Om de kinderen uit de drugs en criminaliteit te houden. En jouw bijdrage telt. De massage duurt minimaal 3 minuten en bestaat uit 5 handgrepen. In de eerste handgreep gaan we met beide handen langs de wervelkolom een strijking geven over de rugspieren heen. En wisselen dit af met 1 hand. In de tweede handgreep maken we cirkelvormige bewegingen over de schouderbladen naar beneden. En weer terug omhoog. Dit herhalen we een paar keer. In de derde handgreep maken we met lichte druk rotaties op de schouders. In de vierde handgreep maak je lichte kneedbewegingen vanaf de schouders richting de bovenarm. Ook dit herhalen we een paar keer. In de laatste handgreep maak je met je vingertoppen zigzag bewegingen over de gehele rug. Dit is de massage die we met z'n allen gaan doen op 19 september. En natuurlijk ben ik erbij om jullie te begeleiden. Met jouw hulp en die van je vrienden en relaties die je hierover vertelt, hebben we straks een wereldrecord te pakken. Alvast bedankt namens de Kids in Rio. En graag tot ziens op 19 september om 13:30 op het Lely Art Festival in Lelystad. Inschrijven doe je op onewerio.nl.